Het Nederlandse Handbalverbond, de NAV, heeft op 28 juni 10 sportrolstoelen overhandigd aan wethouder Thijs van Es en wethouder Huub Schoenmakers. Zij hebben de sportrolstoelen vervolgens weer overgedragen aan Tom van Vliet van Stichting De Haamen. Handbalvereniging BFC heeft de ambitie om een team voor het rolstoelhandbal te vormen. In Sportlandgoed De Haamen staat een breed sportaanbod en professionele begeleiding voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen centraal. Veel Beekse verenigingen zijn in dit kader actief in het realiseren van een sportaanbod voor deze doelgroepen. Zo kunnen mensen met een lichamelijke beperking reeds terecht bij BC Geenhout om te badmintonnen, heeft VVV Cesar een G-team en biedt ook JKA Karate Doweng speciale lessen voor mensen met een beperking. Ook de andere verenigingen die actief zijn op Sportlandgoed De Haamen bekijken de mogelijkheden om hun sportaanbod uit te breiden ten behoeve van deze speciale doelgroep. Met de beschikking over 10 professionele sportrolstoelen worden deze verenigingen hier verder in gefaciliteerd. Het NAV voorziet landelijk meerdere handbalteams van kwalitatief goede sportrolstoelen. Door de landelijke gezamenlijke inkoop is dit extra kostenvoordelig. Mensen met een beperking die geïnteresseerd zijn in rolstoelhandbal kunnen zich melden bij handbalvereniging BFC.